Dit zijn Famke en Melissa. Samen vormen zij het enige Noord-Hollandse team dat deelneemt aan de Red Bull Zeepkistenrace. Jullie moeten het dit jaar gaan waarmaken. Klopt. Ja, spannend. Heel spannend, want tijdens de Zeepkistenrace gaat het er ongelooflijk snel aan toe. We weten al van vorig jaar wat mijn vader een beetje had gedaan. Dus nu weten we ook hoe we een beetje moeten oefenen. Dus dat wordt wel super gaaf. In 2015 race het Roofvogelcentrum ook al mee. Toen was het de vader van Famke die de originaliteitsprijs in de wacht sleepte voor zijn creatie gebaseerd op de beruchte terroroehoe. Toen de tijd was het een oehoe die de poten echt naar voren waren in de aanval. Maar het was zo'n groot ding dat hij ving zoveel wind, dus de snelheid zat er toen niet in. En dus is er dit jaar voor een Amerikaanse zeearend gekozen. Witte kop, gele snavel, ja, iedereen kent zo'n beest, dus die hebben we uitgekozen. Gaat hij net zo snel als een Amerikaanse zeearend? Nee, dat denk ik niet. Nee. Achter de auto misschien, maar anders niet hoor. En wat denken de vogelliefhebbers zelf? Zullen zij zaterdag als eerste over de finish gaan? Ja, we gokken natuurlijk op de eerste plaats. Ja. Vertrouwen in? Ja, zeker. Yeah!